met Raymond van FC Wilshuis. We gaan het vandaag hebben over Ovox, over Tank. Hoor je dat? Dat hij wordt vermoord. Dat zegt hij, jou wordt... Sorry, hij wordt ingeslapen, maar ik denk dat het helemaal niet zo is. Ze zeggen dat het OM in hoge beroep is, maar ik denk dat hij in een asiel komt. Ja, dat hij hem nooit meer terugkrijgt. Maar dan wordt gelijk gezegd dat hij wordt ingeslapen, zegt hij. Nou, ik denk dat hij daar een beetje mee op moet gaan houden, want hij blijft zeuren. En hij blijft zeiken over zijn inslapen. Nou, ze moeten hem inslapen met zijn crackvriendje uit de USA, uit Canada. Kijk zelf maar, als je hem niet gelooft. En dan gaan ze het over Tank hebben. Tank wordt ingeslapen. Hij gaat helemaal niet ingeslapen. Ze zoeken een ander baasje voor Tank. Vind je het gek wat hij allemaal doet? Hij loopt overal met zijn hond naar binnen. Alleen durft hij niet met zijn grote, mond. Dus zeg ik, nou, ik vind dit niet normaal. Dus ik zeg rolling. Buddy, je weet wie het is. Mr. Zero fucks up in his bitch. Altijd ready gang. En lekker wakker geworden. Heerlijk weertje. En we gaan nu naar de rechtbank, right? That's right. Represent yourself, bro. I'm Nima. Nima? Where you from? I'm from Canada, Toronto. Toronto, bro. Understand what I'm saying? Daarom nu onderweg naar de motherfucking rechtbank. Oké? Okay? We gaan zien wat is. Snap je wat ik bedoel? We gaan nu voor die honden kijken wat ze gaan zeggen. Snap je wat ik bedoel? Altijd ready, gang. Hoor je dat? Daarom tot zo. Wat je zegt? Hoor je dat? Hoor je dat? Zeg ik, hè? Hoor je dat? Hoor je dat? Wij zijn altijd ready. Hoor je dat? Wij zijn altijd ready. Hoor je dat? Wij zijn altijd ready. Motherfuckers willen shine, smack your ass. What? Fuck! Get turned around now. Focused? Yeah. Het moet nu voorkomen, hoor je dat? Dus daarom, ik ga nu naar binnen voor die honden en we gaan zien wat was. Wie zegt dat hij allemaal, misschien is hij wel helemaal niet bij het politiebureau geweest, bij de rechter. Hij krijgt die papieren en hij weet niet wat hij heeft. Hij laat wat zien, ik weet niet waar hij het over heeft. Er staat helemaal geen politie, staat geen rechtbank, staat helemaal niks. Ik weet nog niet eens waar hij is, die mafketel. Wat een gestoord is dit ook. Het is gewoon een junk en het blijft een junk. Het is gewoon een gestoorde. Ja, en dat vriendje van hem, dat is ook een junk volgens mij. Kan niet anders. Die ergens in Amsterdam heb opgepikt. Ja, zeker weten. Het kan niet anders dat hij die in Amsterdam heb opgepikt, de junk. Nou ja, je hebt het wat hoor met die snuivers. En met die crackrokers. Maar ja. Nou, even terugkomen op Tank. Ik denk dat hij gewoon een... Hij krijgt helemaal geen slaapje. Hij wordt helemaal niet ingeslapen. Nee. Hij wordt gewoon een onder... Ze hebben een onder baasje voor heen, Tank. Maar ja, ze hadden beter Tank kunnen maken. Maar ja, weet je wat mij nou zo opvalt? Quincy, die zie je niet meer. Zijn vriendje. Zal die hem eindelijk een keer aangegeven hebben voor verkrachting? Wie zal het zeggen? Ik zou het echt niet weten. Nou ja, je moet gewoon verder kijken waar hij het over heeft met zijn junkie vriendje. Dan kom je ook in deze reportage tegen, in deze... Expose, hoe je het ook kan noemen. Maar ja, hij heeft eindelijk weer een video, dus we hebben eigenlijk weer wat over te praten met zijn Tank. Het is zelf een. Hij heeft zelf een klein tankje. Hij is zelf gepakt door Tank. Oh, wat een viezerik die vindt, zeg. Wat een junk, wat een junk, wat een junk, wat een junk, wat een junk. Nou ja, je moet het zelf maar zien. Ik zou zeggen, laat de volgende beelden maar zien. Dan zien jullie het vanzelf al waar je papieren het over gaan. Adio. Ik ben net voorgekomen, oké. Okay? Deze motherfuckers, hoor je dat? Willen Tank laten inslapen en Venom ook alles zwart op wit. Dus Venom ook laten inslapen. Hier is een al die honden checken. Ja, ik kan het zien. We zijn
al die honden. Mensen denken, ik maak grapjes. Daarom zeg ik altijd ready gang. Ik ga gewoon in de hoop groep. Snap je dat? Of niet, man? Yeah, man, they're doing the terrible thing. Abuse the dogs to get to you. What's up, guys? Wait up. Amon? Who? Amon? Armo. Say it. Armo? Wait. Say it. Armo was right. That's his name. Do you want to call Armo? Okay, let's call him. The guy from before, right? The Moroccan? Yeah, from the airport. Let's call Armo was right. Let's see if he picks up. Okay, this is his number. Wait up. Armo, you were right. Armo was right. What's up, mate? Yeah, what are you doing? What are you doing up? What the? So what are you doing, Armo? Armo, what are you doing? Ik heb gezegd, hij vroeg hoe heet die gast van de vorige keer. Ik zei, hij heet Armo, bro. His name is Amen. Amen, yeah, that's what I said, Amen. No, yeah, but I said, I was fucking with you. I was just fucking with you, bro. Okay, listen. Hey, Amen, ik ben net voorgekomen. Ja, en what's up? En ze gaan die honden laten inslapen. Nog één hond extra. Nog één hond extra ook nog. 4 weken geleden was ik voorgekomen. Toen heeft de rechter gezegd dat ik mijn fucking honden terugkrijg, hè. En toen is het OM en de politie zijn gewoon in hoger beroep gegaan. Close the door. Nu gaan ze laten inslapen. Jij laat het toch zien. Jij gaat toch met iedereen mee. Jij neemt die hond dan mee. Ja, want daarom is die hond in beslag genomen. Je gaat hem op iedereen, iedereen geven de schuld. Zelfs Ismaël, Urgun. Nee, je moet jou de schuld geven. Jij hebt het gedaan. Jij bent die junk die hem overal mee naar binnen neemt. Vind je het gek? Ze willen hem niet in de koffieshop hebben. Ze willen hem niet bij de bakker hebben. Ze willen hem nergens hebben, die hond. Ja, man, jij maakt de mensen bang met die hond. Vind je het gek dat hij in beslag is genomen? En dat hij naar een ander baasje gaat? Je bent gewoon een huigelaar, ben je. Eerste klas. Hoor je dat? We komen je halen. Oh Fox, daar zijn we mee bezig, om jou te komen halen. Je wil zoveel mensen die lid worden van mij en die mij steunen in plaats van oh Fox. Daar heb ik geen woorden voor. Je bent gewoon een dierenmishandelaar, ben je. Meer ben je niet, mafketel. Ik ben een dierenliefhebber. Je geeft hem alleen maar vlees te vreten. Vind je het gek dat die hond helemaal gek wordt? Tja. Wat denk je nou? Je moet een hond gewoon afwisselend geven. Vlees, brokken. Niet wat jij doet, alleen maar vlees. Puur vlees. En een beetje groente. Hoor je dat? Ja, we zijn altijd ready voor jou, mafketel. Echt hoor. Ik wil ook meer mensen. Ik wil ook meer mensen voor de anti-OVOX army. Echt hoor. Heb je dat woord? Reageer even en word lid. Abonneer dan. Voor de OVOX Army. Ben je altijd ready? Voor de OVOX. De anti-OVOX campagne. De anti-OVOX Army. Ja, dat gaan we nou doen. Hij met zijn tank. Het is gewoon een dierenmishandelaar. Maar ja, te veel gezegd. Je moet gewoon naar het volgende stukje kijken. Het laatste stukje van hem. Want het blaft een mafketel. Mafklappert. Ze laten inslapen en ik ga gewoon in hoge beroep. En het kan niet, gewoon door die fucking aangifte van Ismaël. Kan toch niet? Is er niet iets dat je kan doen? Nee, man. Ze gaan die honden sowieso laten inslapen, al ga ik in hoge beroep. Ik heb hier die hele dossier, ik heb hier bladen vol met allemaal shit wat ze hebben gezegd. Gewoon fake shit, hè. Gewoon kapot draaien. Dus de rechter zegt, je krijgt je doggoes terug. En dan gaat de OM zeggen, nee, we hebben allemaal shit. Gingen ze allemaal leugens erbij verzinnen. Moet ik, hey, yo, luister. Dus ik was toch, ze hadden die honden toch bij me thuis opgehaald. Toen zagen ze gewoon dat die honden gezond waren. Toen ik bij het politiebureau was, zeiden ze ook, yo, die honden zijn gezond, ze hebben eten, ze hebben drinken, alles gezien. Dus wat is er gebeurd? Ze zijn naar de dierenarts gegaan, ze hebben gezegd, die honden zijn gezond. Toen ben ik voorgekomen, kreeg die honden terug en toen heeft het OM allemaal leugens verzonnen. Allemaal bullshit erbij geschreven, politie. Terwijl ik rapporten heb dat de dokter zegt, er was fucking eten en drinken, alles. Ik geef niet eens brokken aan die honden. Ik geef fucking vlees, vers vlees. G, hoor je dat? Nu willen ze laten inslapen. Harteloos. Wow. De hond is onschuldig, G. Ik zeg je nu al. Die honden zijn onschuldig. Laat mij dan maar inslapen, snap je? Laat mij maar inslapen, maar niet die honden, vriend. Die honden hebben niks gedaan, Mattie. Hoge beroep ga
gaan. Wat zei je? Je moet echt in een hoger beroep gaan. Ik ga nu richting huis. Oké, als ik thuis ben, dan connect ik je zo, oké? Is goed, man. School. Donderdag gaan we chillen, ja? Is cool, school, bro. Ik spreek je. Ik spreek je, bro. Is goed, rustig, bro. Jalla. Rustig. Dus dat, zoals ik zei, 2 nu. Nu willen ze Venom ook nog laten inslapen. En ja, man, is gewoon fucked up. Tank is gewoon dood. Ismael heeft die tank gewoon vermoord. Hoor je dat? En dat is gewoon fucked up. En de cops hebben geholpen, you know? Muerte. Hm? Muerte. Muerte? Dat betekent dood in het Spaans. That's why I got black on, bro. Weet je? Yeah, rest in peace, too. Tank. Zo zijn ze. Rest in peace. En zo gaan ze. Zulke mensen moet je niet vertrouwen. Hoor je dat? Weet je, daarom zeg ik, ze zijn gewoon zo. Hoor je dat? Low-life motherfuckers. Hoor je dat? Ze waarderen het niet. Ze waarderen het leven niet. Liefde niet. Wanneer pure liefde voor hun fucking neus staat, zouden ze het nog niet eens herkennen. En zouden ze het bespotten. Daarom zeg ik, ze zijn het niet waard. Onthoud dat. Je moet omhoog gaan. Vergeet die mensen. Hoor je dat? Hoor je dat? Ze zouden... Hoor je dat? Ze zouden hun eigen ziel niet eens herkennen. Hier ben ik weer. Nou, hij heeft zijn advocaat ook nog gebeld, die mafkegel. Waarom moet je je advocaat bellen? Voor de anti-OFOX campagne? Dan kan jij ook lid van worden van mij dus. Wilson's FC. Maar daar komen we straks op terug. Wat wil je nou, man? Die advocaat van je, die lacht er gewoon. En jij die hond terug? Die krijg je nooit terug. Maar daar gaat het even niet om. We gaan er toch wel werk van maken. Wij gaan ons sterk maken voor Tank. De enige Tank. De anti-OVOX campagne is gestart. De oorlog tegen OVOX is gestart. Ik wil gewoon een leger vormen. Met jou. Of met jou. Maar dat maakt niet uit. Het heet de anti-OVOX campagne. OVOX moet van YouTube. Dat doen we niet. Hij moet zijn koest houden tegen mensen. Bosser wil met hem vechten, iedereen wil met hem vechten. Maar sluit je aan bij de anti-OVOX army. Reken wel, dat betekent dat je je wel aan moet sluiten. Hoe kan je je aansluiten? Er zijn drie dingen. Dat zal ik je even vertellen. Je kan je aansluiten met een blauw duimpje omhoog. Waar begint het mee? De volgende waar je mee kan aansluiten, zeg. Waar je mee kan aansluiten is hier beneden. Onder deze video. Een reactie achterlaten. En het allermooiste, en dat komt zo, daar gaan we het niet over hebben, want ik wil het nog even over morgen hebben. Ik ga morgen donderdag ga ik weer vloggen. Dan ga ik mijn afscheid voorlopig even 3 maanden ga ik in Nederland vloggen. Dus volgende week mijn laatste week. Dus ik ga een paar dagen vanaf volgende week maandag ga ik een paar dagen vooruit werken. Want die vlogs komen dan online achter elkaar. Dan hebben jullie gewoon elke dag een vlog. Totdat ik wegga. En wat hebben we nog meer? Hebben we nog iets? Ik dacht het wel. En we komen jullie een kijkje nemen met welke vlucht ik ga. Maar ik zeg niet meneer. Jullie mogen wel weten meneer. Dat interesseert me niet. Dan kan je met mij op de foto in Schiphol. Als je er op die dag bent. Dat is niet mijn probleem. Maar even wat om. Dan ga ik mijn vlucht boeken vrijdag. De 23e. En dan mogen jullie wel weten hoe laat ik aankom. Kunnen we daar een meet and greet vormen, meteen. Dat was wat anders. En nou gaan we naar de laatste mededeling. En het laatste waar je bij deze
Army kan aansluiten is bij, als je subscribe of abonneert, dat is gratis, dan blijf je altijd op de hoogte van de OVOX video. En dan ben je ook gelijk lid van de Army, van de Anti-OVOX Army. En dan sluit ik af nu met een POW!